Om in Lightroom een slideshow te maken, hebben ze een aparte module. En deze module heet presentatie. Je hebt natuurlijk eerst in de bibliotheek je foto's geopend die je in de slideshow wil hebben. En als je zover bent, dan ga je naar de presentatie. Eventueel kun je natuurlijk via ontwikkelen nog wat dingen doen. Je zou ze bijvoorbeeld allemaal gewoon netjes bij kunnen snijden in bijvoorbeeld het 169 formaat. Om dat even heel snel te laten zien. Dat doe je hierboven bij uitsnijbedekking. En dan zou je daar een verhouding kunnen selecteren. Bijvoorbeeld 16 bij 9, 1920 x 1080 pixels, wat meteen full HD is. Dat heb ik bij deze foto's allemaal al gedaan. Deze zijn al in een 16-9 verhouding. En we gaan er een slideshow van maken. Dat doe je dus hierboven bij presentatie. En als je dat opent, dan krijg je in dit geval de geselecteerde foto voor je. Je kunt door de foto's heen scrollen via hieronder de pijltjes. En als ik bijvoorbeeld even gewoon naar de eerste dia ga. Om een presentatie te maken heb je tal van opties hier aan de rechterkant. En we gaan ze gewoon even allemaal doorlopen. De eerste is het venstertje met opties. En dan heb je meteen het blad in en uitzoomen tot het kader gevuld is. Nou, en in dit geval gaan we een slideshow maken die de verhouding heeft van 16 breed en 9 hoog. En mijn foto's zijn dat ook. Maar mochten je foto's anders zijn dan de verhouding, laat ik dat even expres doen via layout. Laat ik bijvoorbeeld even de verhoudingen van mijn scherm aannemen. Die zijn iets groter, dat is 16 bij 10. Nou, dan krijg je zwarte randen eromheen. En klik je nou in en uitzoomen tot kader gevuld is aan. Dan zal Lightroom je foto aanpassen totdat hij netjes past. Nou, dat is in ons geval dus niet nodig. Eventueel heb je hier ook een. Contour-optie waarmee je een klein lijntje rondom je foto kan zetten en je ziet dat de verhouding al meteen weer vernacheld wordt, zeg maar. Dus dan zou je dit weer aan kunnen vinken, mocht je van lijntjes houden. En eventueel zou je nog een schaduw onder kunnen gooien als je achtergrondkleur anders is dan zwart en je foto's dus niet beeldvullend zijn. Ik vind dat op zich natuurlijk wel prettig om mijn foto's beeldvullend te hebben. Dan heb je nog de layout-optie waarbij je gewoon. Met de sliders een klein beetje ruimte eromheen kunt maken. Werkt iets anders dan het kader. Want je kunt bijvoorbeeld zeggen: Van nou, ik wil uh, boven en onder anders. En je zou het zelfs nog helemaal uit zijn verband kunnen trekken. Is op zich ook niet nodig. Dus alles kan gewoon op nul. Althans, is in dit voorbeeld niet nodig. Misschien voor jou thuis wel. Dan heb je het derde blad. De bedekkingen. En daar kun je wat dingetjes doen. Je zou bijvoorbeeld een naam op kunnen gooien. Die komt er gewoon onderbij. En eventueel kun je, als je daarop gaat staan, krijg je een handje, zou je hem nog gewoon kunnen verplaatsen. Je kunt daar ook gewoon wat dingetjes aan veranderen. En je hebt ook de optie voor een watermerk. Standaard is dit mijn watermerk. Eventueel zou je dat kunnen bewerken. Daar is al een keer een filmpje over gemaakt. Over watermerken. Klik hierboven even om dat te zien. En geheel zinnig zijn de klassificatiesterren. Ik zou begot niet weten waarom ze erin zitten. Maar als ik bij de bibliotheek bijvoorbeeld deze foto een aantal sterren geef. Ik zeg drie en ik ga terug naar de presentatie. Dan zie je dat daaronder opeens drie sterren staan. Ja, heel grappig, maar ik zou echt niet weten waarom je dat nou gebruikt. En je hebt eventueel ook nog tekstbedekkingen. En in dit geval zie je dus waarmee de foto is gemaakt. Wil je dat veranderen, dan kun je hieronder op ABC klikken. En je krijgt dan het tekstaanpassingsveld. In dit geval staat hij dus op apparatuur, zeg maar. Die er nu twee keer op staat. Ik haal hem even weg. Maar je zou ook bijvoorbeeld de datum waarop de foto gemaakt is kunnen selecteren. Of als je op tekstaanpassing klikt, zou je nog gewoon in kunnen typen wat het is, of waar het is, of wat jij gewoon wil. En natuurlijk kun je ook dit weer met het handje. Verplaatsen naar een plek waarvan jij denkt dat het interessanter is. Vink ik ook eruit, want heb ik ook geen interesse in. De achtergrond, mocht je dia dus niet de hele slideshow beslaan, dan zou je hierachter nog een verloop of een afbeelding of een, een kleur kunnen maken. En dat is in ons geval niet aan de orde, maar het wijzigt op zich, zichzelf wel. Je kunt een titelscherm aan de voorkant plaatsen, een startscherm of eventueel nog wat credits aan het einde. Ga ik in dit geval ook overslaan? Je vingt het gewoon aan en je zou het gewoon in kunnen vullen zoals jij het wil. Maar ik laat het even uit. En tot slot, een van de laatste opties, dat is muziek. Nou, en dat wil ik dan weer wel toevoegen. Om muziek toe te voegen, klik je gewoon op het plusje en ga je op zoek naar jouw muziekbestand. En ik kies deze. Je dubbelklikt erop en het wordt gewoon geïmporteerd. Ga ik eens langzaamaan naar een voorvertoning. En dat doe ik gewoon door hier op play te drukken, en je ziet de diavertoning die begint gewoon met foto's bewegen. Ga ik je zo meteen laten zien hoe dat moet. En je hoort in de achtergrond ook de muziek eronder doorspelen. Belangrijk natuurlijk dat je de juiste muziek kiest als je hier een dampende house beat onder had gezet, dat was natuurlijk niet zo succesvol geweest. En ik druk op stop. Nu heb je tot slot hier bij afspelen ook nog wat opties. En een van de opties die je zag was dat mijn dia's bewegen. Dat vind je hieronder bij pannen en zoomen. Mijn dia's die zoomen een klein beetje in en ze bewegen ook van links naar rechts of van rechts naar links. En dat vind je dus hier aan. En de snelheid waarmee dat gebeurt, dat doe je met de slider hieronder. Ik zou dat niet al te hoog zetten, want dat ziet er erg onrustig uit. Maar je kunt dat gewoon instellen. En eventueel heb je hier ook nog de duur van de dia's. Je hebt de mogelijkheid om dat aan te passen aan de muziek. Dan verdeelt hij het netjes. En eventueel kun je het nog wat langer of korter maken. Je krijgt dan te maken met stiltes in je film. Want je dia's kunnen bijvoorbeeld al lang voorbij zijn. En de muziek is nog bezig. Of andersom, nog niet al je dia's zijn geweest. En je muziek is al klaar. Dus eventueel kun je dat hier gewoon netjes uitfilteren bij aanpassen aan muziek. En dan heb je ook nog kruisvervagingen. Nou, als je dat gewoon uitzet op 0 seconde, dan zal iedere dia gewoon netjes na elkaar te zien zijn zonder dat daar een mooie overgang tussen zit. Maar met een kruisvervaging gaat de dia die je op dat moment ziet, gaat langzaam uit en de volgende komt langzaam op. Nou, dat is net wat fraaier. Je hebt ook nog de audiobalans, mocht je een bewegend beeld hebben met geluid eronder. Ik noem maar wat, stel dat je een vakantievideo hebt gemaakt van wat boten die voorbij varen en er zijn wat zeegeluiden op te horen. Nou dan kun je hier de balans tussen je achtergrondmuziek en het geluid van je video nog bepalen. En dat heb ik niet, want ik heb natuurlijk alleen maar foto's. En eventueel kun je nog zeggen van doe het altijd maar herhalen of doe de foto's eens in een willekeurige volgorde. En dan heb je eventueel ook nog de kwaliteit. Die wil je natuurlijk gewoon altijd op hoog hebben. Maar dit gaat over de volvertoning. Dus eventueel, mocht je heel veel in je video hebben zitten, kun je het op concept zetten. Dan is het allemaal wat sneller, zeg maar. En laat ik bijvoorbeeld eens even een klein stukje aanpassen. De duur van de dia's bijvoorbeeld terug naar 4,5 seconden. En de kruisvervagingen naar 4. Gewoon om te laten zien wat er dan verandert. Als ik dan bijvoorbeeld weer op afspelen klik. Dan zien we weer wat er gebeurt. Dat doe ik niet helemaal goed. Ik moet gewoon opnieuw beginnen met de volvertoning. Nou, je ziet dat mijn overgangen heel rustig zijn. En op zich kan dit natuurlijk gewoon. Ik druk hem weer even op stop en ik klik weer op aanpassen aan de muziek. Nou, als ik dan de crossfades wat korter maak, bijvoorbeeld 2 seconden, dan wordt mijn dia duur wat langer. En ik denk dat het zo wel aardig is. En dan wordt het dus een kwestie van tijd dat we hem gaan exporteren. Dat kan op twee manieren. Je kunt er een PDF van maken, ook iets waarvan ik helemaal niet snap waarom dat erin zit, maar goed, maak je daar geen zorgen over. Maar daarnaast zit dus de knop video exporteren. En als je daarop klikt, dan krijg je dus gewoon het volgende venster voor je neus. Je kunt hem momenteel alleen maar exporteren als MP4. En dat doen we dan ook gewoon. En ik maak ervan Landschappen. En je hebt hieronder wat voorinstellingen. Nou, ook daar zijn de keuzes redelijk beperkt in. Ik hou hem gewoon op 1080p. Dat is de hoogst mogelijke resolutie. En dat is dus ook Full HD. Landschappen is trouwens nog steeds met een H ertussen. En ik klik op Opslaan. Lightroom gaat vervolgens aan het rekenen. En dit kan eventjes duren. Dit ligt aan de hoeveelheid foto's die je hebt. En dit ligt ook gewoon aan hoe groot die foto's zijn. Nou, ik had er 20 en ik heb natuurlijk ook een muziekbestand. En al mijn foto's waren full HD. Gelukkig niet veel groter, anders moet hij ze eerst nog terug gaan kroppen. Maar het kan dus zijn dat Lightroom hier een tijdje mee bezig is. En je ziet hierboven wat de voortgang is van Lightroom. En na verloop is Lightroom dus gewoon klaar. Kunnen het minimaliseren? En dan zie je daar mijn video staan. Nou, ik dubbelklik er even op. En ik laat eens even zien hoe het is geworden. Nou, en om je nou niet de volledige slideshow te laten zien, uh, maak ik toch een einde aan deze video. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken, tot de volgende keer, en doei.